Dan geef ik het woord aan de heer Marcus Sauer van de PVV. Gaat u gaan. Dank u wel. Het is allemaal leuk en aardig natuurlijk dat Nederland goed voorbereid is op rampen en dat de mensen goed worden voorgelicht. Maar de echte ramp, of een andere ramp, was afgelopen zondag. Dat waren Marokkaanse tuigen dat onze straat onveilig heeft gemaakt, een soort intifada heeft gepleegd in onze straten, naar aanleiding van die voetbalrellen. En er is bijna niemand opgepakt, er is bijna niemand uitgepakt. Niemand uitgezet. En mijn vraag aan de staatssecretaris is, waarom is dat niet gebeurd? Wanneer pakt u dat Marokkaanse straattuig in? Dit is niet de mondelinge vraag die gesteld is. Dus de staatssecretaris hoeft daar eerlijk gezegd niet op te reageren. U kunt een vraag stellen over het onderwerp wat aan de orde is, namelijk over het noodpakket en het advies, het rapport van de NCTV. Daar kunt u vragen over stellen, niet over het andere onderwerp. Mijn vraag is, waarom bereidt de NCTV Nederland niet voor op de rampen zoals we afgelopen zondag hebben gezien, dat Marokkaanse ramp? Ja, nou, staatssecretaris. Ja, voorzitter, u weet dat ik in het verleden lid ben geweest van de Amsterdamse gemeenteraad. En daar hadden wij Mokummobiel. En het maakte niet uit of het ging over kernenergie, abortus of de zorg. Maar Mokummobiel wist altijd het onderwerp terug te brengen naar automobiliteit. Datzelfde reactie heb ik hier een beetje op de PVV. Dat ik denk, het onderwerp is een heel ander en u haalt dit erbij. Als het gaat om hoe wordt er gereageerd... gaat u gaan. Hoe wordt er gereageerd op het moment dat mensen de wet overtreden? En u heeft gezien dat de minister verantwoordelijk voor veiligheid zich duidelijk niet alleen gedistanceerd heeft van het wangedrag in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Maar daar ook van heeft aangegeven hoe zij er tegenaan kijkt. Dan is het in eerste instantie een zaak van de burgemeester als het gaat om de openbare orde. Op het moment dat strafbare feiten zijn gepleegd van de politie om daarin te handhaven. En zodra er verdachten zijn geïdentificeerd van het Openbaar Ministerie om daar tegen op te treden.